Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van de Rock Your World Podcast. En ik heb zoveel mooie en herkenbare berichten gekregen. naar aanleiding van de vorige podcast, die over Mercury retrograde. Dank jullie wel daarvoor. Ik ben altijd super blij uh, om een reactie te krijgen of op, op, om op Insta-stories uh, iets te zien daarover. Dat geeft me echt voldoening in wat ik doe. En hoe meer mensen natuurlijk. Uh, ja, We kunnen bereiken met z'n allen hoe beter. Deze podcast gaat over kreeft. Over wat het te maken heeft met de Ayurvedische doosje uit de Ayurveda, de Kapha doosje, maar ook wat het te maken heeft met je familie, de band met je moeder, hoe je huis jouw energie reflecteert en nog veel meer tips ga ik in deze podcast delen. Mijn naam is Hanneke. Ik ben de founder van Rock Your World. Ik heb een boek geschreven over kristallen, Rock Your Crystals, en ik heb al twee self-care journals op de markt gebracht. Laat ik het zo zeggen, ja, op de markt gebracht. En ik ben momenteel druk bezig met de self-care journal voor 2022. En daarvoor is alle feedback meer dan welkom. Dus stuur me gerust een DM via uh, mijn persoonlijke account at petershanneke. Dat is peters met dubbele e. Um, of via Rocky World natuurlijk. All right, laten we in het. Uh... Nee, ik wil nog één ding vertellen. Sorry. Ik wil heel graag vertellen over de retreats die we komende zomer en komend najaar op de planning hebben staan. Want hoe ontzettend fijn dat we weer retreats mogen geven. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het echt onwijs gemist. En de grap is, je weet pas wat je mist als je het weer doet. En afgelopen mei ging ik met een groep ondernemers en uh, businesscoach Caroline Glasbergen naar de Hoornenboog in Hilversum, een van de allermooiste retreatlocaties in Nederland. Voor um, Rock Your Business, een business retreat voor ondernemers waarin zelfcare en business samenkomen. En iemand daar plekken, ja, ik weet niet of je dat herkent van in je flow zijn en helemaal doen waar je goed in bent en hoe ontzettend tof en fijn dat voelt, nou, dat was daar echt op. Alles klopte, die plek is magisch, de samenwerking met Caroline en mij is gewoon heel fijn. De vrouwen die deelnamen waren echt geweldig. Het eten was fantastisch, de masseuses, de ademsessies, echt alles klopte. En ik voelde me echt zo ontzettend blij. En dat, ja, voor mij was het echt zo'n reality check van... oh, super natuurlijk dat we zoveel online kunnen doen en daar ook kunnen verbinden. Maar de verbinding in het echt en die connectie die vrouwen dan op dat moment met elkaar hebben... dat is echt zo goud waard. Dus ik ben echt mega blij dat we een paar nieuwe retreats op de planning hebben staan. En als eerste is dat het, uh, de Moon Medicine Day Retreats. En die heb ik echt ontwikkeld voor de hooggevoelige, ambitieuze vrouw... die wel weet dat ze meer met zichzelf wil verbinden... en die wel iets van de maan af weet. Maar het daadwerkelijk integreren en het voelen... Echt uh, een tweede stap is en die ook ja, echt die tweede stap of derde stap wil maken, dus die verdieping in zichzelf wil opzoeken, een stuk wil helen en daar hulp bij nodig heeft. En de, we gaan er twee: de Moon Medicine Retreats zijn onderverdeeld in twee dagen. De eerste is de New Moon en deze is gericht op het helder krijgen van je intentie. We gaan aan de slag met een, een een ja, hele leuk, leuke manier om een kristallen grid te maken. En deze ook echt in je huis op te hangen. Dus we gaan iets creatiefs doen. Maar we gaan ook uh, rituelen en routines uitvoeren. Om je intentie helder te krijgen. En vervolgens ook on top of mind te houden. We gaan dingen doen met kristallen. Met nou, allerlei leuke, leuke self-care tools en practices. Om echt ja, die focus die je wilt voor de rest van het jaar. En misschien wel de rest van je leven. Echt, echt bij jou naar boven te krijgen. Het is volle bak, manifestatie. Nou, allemaal leuke dingen. En het is op een hele bijzondere dag. 8:8, dat is ze noemen dit Lions Gate. Lionsgate, um, Leeuw is het teken van uh, wat gaat over creativiteit, het hart, je innerlijk kind. Dus ja, 8, 8 is natuurlijk ook het cijfer van transformatie. Pracht, al met al een prachtige dag, een prachtig day retreat. We beginnen om 10 uur en hij duurt tot 5 uur. En um, inclusief allemaal lekkere hapjes en van allerlei leuke verrassingen. Dus dat is de eerste. En dan de tweede is de Full Moon, Moon Medicine. Day Retreat, die is op 22 augustus. En die is echt gericht op loslaten. Hele uh, vrouwelijke energie. En echt helemaal in jezelf duiken. In je intuïtie. Om ja op een, op een dieper niveau een connectie met jezelf en je hart te hebben. We gaan ook uh, deze dag allerlei oefeningen doen om je te verbinden met je hart. Denk aan cacao. Denk aan ademhaling. Um, denk aan. Uh, ik ga niet alleen het zelf hosten, ik ga er ook experts bij halen. Dus deze bijzondere dag mag je ook absoluut niet missen. En ze vinden allebei plaats op de Hoornenboog. En het leuke is, voor het Full Moon Retreat, voor Day Retreat... hebben we nog een extra optie dat je kunt blijven overnachten op de Hoornenboog En ook die avond een film kan kijken in de buitenlucht. En die film heet Woman. En die past natuurlijk uitermate goed bij de energie van die dag. De, energie, de vrouwelijke energie van de maan. Je kunt ook een pakketje kopen uh, om de, als je de alle tweede day retreats wilt doen. En die vind je, alles vind je op onze site. En kom je er niet uit, stuur mij een DM of een mail op uh, hanneke.rockyourworld.nl En dan vertel ik je er graag meer over of deze dag echt iets voor je is. En het, is, um, ja, het unieke echt is aan deze dagen, is de omgeving is al zo rustgevend. Het eten is al zo... Lekker. En ook de vrouwen die er komen ja, zijn zo fijn om mee te werken. En ik weet zeker dat je je herkenbaar, of ja, je, je, je kunt connecten met elkaar vanwege de herkenbaarheid. We denken soms dat we alleen ergens in zijn. Maar door verhalen te delen, door energie te delen, ontdek je dat je helemaal niet de enige bent. En inspireer en motiveer je elkaar. Dus dat is echt de meerwaarde van zo'n day retreat. Dus ben je echt op zoek naar die next level? Wil je echt even uh, een dag uit je normale omgeving om echt te verbinden met wat jij wilt? Gebruik die day retreats dan echt als reset. En ja, echt. Gewoon te verbinden met die vrouwelijke energie. En al die kennis die al in jou opgeslagen zit. Maar die door de dagelijkse ja, ruis en prikkels en verantwoordelijkheden die je voelt. soms naar de achtergrond verdwenen kunnen zijn. Dus dat zijn de Moon Medicine Day Retreats. En dan hebben jullie, jullie hebben het vast allemaal op Insta gezien. Al de nieuwsbrief. Ik was vorige week in Frankrijk. Op een, in een heerlijke week op een ja, vier-sterren domein. In Frankrijk in de Bourgogne. Echt een waanzinnig mooie plek omringd door het groen in een vallei. is er een uh, ja het heet Domaine L'Apprié ik hoop dat ik het goed uitspreek maar het is een geweldig domein waar echt het, het bourgondische leven uh, ja, samenkomen samen met het spirituele en samen met de eigenares van het domein Anne-Marie ga ik daar echt een next level luxury self-care retreat hosten waarin we elke dag een element uitlichten en waarin ik heel veel kennis ga delen over Ayurveda... over astrologie ook, over rituelen die je kunt doen met die elementen... en waarin Annemarie de dagelijkse yogasessies verzorgt, maar ook allerlei kennis deelt over chakra's, over elementen, maar ook de coaching sessies gaat begeleiden. En dat maakt dit retreat wel echt anders dan anders, omdat we eh, dus niet alleen yoga gaan doen en niet alleen lekker gaan eten eh, en ook wijn proeven en ook echt van het goede leven gaan genieten, maar ook echt een diepere laag eh, van jou raken met de hulp van de coachingsgesprekken, zodat je echt, ja, de ondertitel van dit retreat is ook echt unlock your true potential, zodat je echt bij het potentieel van jou kan door die nourishment, nourishment en nourishment is echt betekent verzorging van jezelf, het voeden van jezelf door middel van selfcare. Dus we gaan ook echt op verschillende lagen van selfcare ga je kennis maken en ook echt ja, ik weet niet of je dat herkent, maar op het moment dat je heel veel voor anderen doet, um, meer aan het overleven bent, heel erg bezig bent met misschien nog in de rush van de kleine kids die tropenjaren, of juist net dat de, de tieners de deur uit zijn, wat het dan ook is, um, dit retreat is Echt om tot rust te komen, te herstellen, te voeden en echt terug bij jou te komen. Van hé, hey, wie ben ik ook alweer? Wat zijn mijn talenten ook alweer? Hoe wil ik de rest van mijn leven inrichten? Hoe, welke relaties wil ik hebben? Welke carrière? Wat vind ik belangrijk aan mij? Hoe voel ik me? Al dat soort vragen komen echt aan bod. En nogmaals onder het sausje van dat borgondische leven. Dus heerlijk eten, wijntjes proeven. Er is daar een jacuzzi, een zwembad. Hopelijk is het nog mooi weer. Allerlei mooie, ja, mooie elementen uit de natuur komen daar samen. Als je meegaat naar het retreat, je kunt, er zijn prachtig opgeknapte en gestylede dames. Giets, dus huisjes. En je deelt steeds een huisje met vier vrouwen. Dus de badkamer deel je met vier vrouwen. En er zijn twee aparte slaapkamers met twee aparte bedden. Dus je hebt je eigen bed. Je slaapt niet met iemand in bed. Um, daarom leent dit retreat iets perfect om met vriendinnen te gaan, met een vriendin te gaan of om alleen te komen. Stuur me vooral een bericht, dus ook in dit geval als je denkt: hey Hanneke, kijk even met me mee. Is dit iets voor mij? Kan ik hiermee naar de next level? Ja, true potential, wat betekent dat voor jou? En hoe zou je leven eruit zien? Wat zou je willen als je echt volgens die true potential leeft? Ik kan je alvast verklappen dat dat echt een vloog ja, in je leven geeft. En zoveel meer voldoening. Dus niet dat je nooit meer stress zal te hebben, zeker niet, of nooit meer um, ja, twijfels. Maar echt het leven van je true potential geeft op een zo'n diep niveau een, een voldoening aan je, zodat je niet meer in continue staat van gejaagdheid zoeken naar iets hoeft te zijn... maar echt meer in je gronding kan landen, in je, in je oorspronkelijke zijn, en authentieke zelf. Dus dat gaan we doen bij Nourish Yourself. Je verblijft zeven nachten, zes dagen, het programma is vijf dagen... zodat je één dag vrij hebt om helemaal tot rust te komen, de buurt te verkennen als je dat wilt... of een lekkere massage te nemen. En dan het laatste retreat wat op de planning staat, nou ja, het laatste voor dit jaar, voor 2021, 2022, komt er vast allemaal nieuws, is um, het Business Retreat, Rock Your Business, waar business en self-care samenkomen en waarin we aan de slag gaan met Business Masterclasses, waar uh, met cijfers, met pl planning, uh, met, uh, met goals, maar ook ruimte is voor self-care, zoals meditatie, yoga massage, sauna, natuur, wandelingen, lekker eten. Zodat je echt, ja, gewoon als een opgeladen persoon... Um, ja, 2021 kunt afsluiten en helder kunt bepalen wat je in 2022 gaat doen. Je vindt alle retreats op onze website www.rockyourworld.nl... onder het kopje retreats en events. En nu wil ik heel graag duiken in de selfcare-energie van kreeft... en wat deze allemaal te maken heeft met, met jou en je persoonlijke groei. All right. Kreeft is het teken van huis 4. En huis 4 staat in je geboortehoroscoop voor uh, je huis... en hoe jouw huis eruit ziet. En uh, je ben, staat er niet bij stil, maar de, de energie van... Jouw huis reflecteert de energie in jou. En dat is mooi om te weten, want daarmee uh, snap je misschien ook dat hoe jouw huis eruit ziet en hoe je voor jouw huis zorgt en hoeveel ruimte je in huis voor jezelf hebt, dat dat allemaal um, te maken heeft met hoe je voor jezelf zorgt, hoeveel ruimte jij voor jezelf inneemt. Dus door plekjes ook in huis in te richten voor jezelf, je kunt dat een krachtplek noemen, een altaar of gewoon jouw bijzondere plek. Kun je dus um, ja, werken ook aan die mindset, aan, aan die zelfcare, hoe jij voor jezelf zorgt. En dat is um, ja, een hele mooie manier, vind ik van je, je verankeren in wie je bent. Nou, hoe maak je nou zo'n speciaal plekje in je huis? Nou, dat kan je doen door eerst een, een plek helemaal op te ruimen. En dat opruimen is al een proces op zich. Opruimen staat voor loslaten, maar ook voor het sorteren van je gedachtes. Om echt helder te krijgen van wat jou wilt, wat jij wilt. Dat is ook de volgende stap. De volgende stap is maak een intentie rondom deze plek. Dus waar wil je dat deze plek, welke energie wil je graag in je leven brengen? En hoe kan je die intentie op die plek overbrengen? Dus een intentie kun je uh, vergroten en on top of mind houden. door de spullen die je op die plek verzamelt dus, uh, te matchen, de energie van die spullen te matchen met de energie. Van jouw intentie. Dus stel je voor je wil heel graag uh, het maximale uit je leven halen. Je hebt het idee van hé, hey, er zit iets in mij, maar dat komt niet helemaal tot uiting omdat ik nog een beetje ja, twijfel over mijn kunnen. Nou, dan kun je um, een, een, op jouw plek een bosje bloemen plaatsen uh, die jou echt herinneren aan, aan iets moois. Bijvoorbeeld rozen, zonnebloemen. Maakt niet uit welke bloemen het zijn. Bloemen zijn sowieso de, uh, uh, ver, houden sowieso verband, verband met vrouwelijke energie. En die geven direct een heel mooi gevoel af. Die openen direct je hart. Op het moment dat je hart geopend is, kun je ook beter bij die intuïtie. Je kunt er een mooi kristal bij leggen die jou herinnert aan moed. Bijvoorbeeld carnion Of juist aan uh, werken vanuit liefde. Dan plaats je een rozenkwarts. Uh, je kunt er een, um, een, een Palo Santo stick wegleggen. Palo Santo kun je branden. En die, um, ze zeggen dat Palo Santo helpt energie af te voeren, energie te verplaatsen. Dus echt ruimte te maken voor iets nieuws. Je kunt er een mooie kaars wegzetten, bijvoorbeeld een Himalaya-kaarsje. Uh, die, die kleur die staat voor creativiteit, dat is oranje. En het zachte licht representeert ook zachtheid, yin-energie. En um, wat ook heel mooi is, je kunt onze astrology art, die we samen hebben gemaakt met Kate Adriana, waar zij de illustratie heeft gemaakt, dus de, de energie van een sterrenbeeld heeft, heeft gevangen in een, in een kunstwerk, heb ik daar woorden onder gezet die je herinneren aan je talent en kwaliteiten die je van nature hebt. En... Um, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij werkt het zo ontzettend goed om dagelijks herinnerd te worden aan de persoon die ik ben. Want het is zo gemakkelijk om jezelf kwijt te raken in alle prikkels van elke dag. Maar juist die astro-art die helpt je met: oh ja, dit ben ik, hier sta ik voor, dit wil ik, deze vrouw ben ik. Dus die, ja, die, die, die art helpt je echt om. Ik noem hem ook niet voor niks, feel good, be great art. Om echt dat voor jezelf hoog te houden. Daarnaast staat het super mooi. En Kate Erdogan staat bekend omdat ze haar inspiratie haalt uit de vrouwelijke energie, uit de natuur. Daarom is die, de illustratie die je ziet, die is ook op de Astral Art, heel vloeiend met vrouwelijke aardetinten vrouwelijke lijnen, dus allemaal ter promotie van die intuïtie, flow, uh, yin-energie. Dus zo kun je uh, je plek ook echt een krachtplek maken, echt een, een, ja, een krachtplek. En ten slotte die plek um, kun je natuurlijk een van de geuren, een van de sprays gebruiken... om ook die intentie te matchen met jouw, uh, die geur te matchen met jouw intentie. Dus wil je bijvoorbeeld meer liefde, dan gebruik je de Be Love Spray... Uh, wil je meer energie gebruiken? Energizing spray. Wil je meer rust gebruiken? De Byzant spray. En zo kun je ook echt door dat flesje daar neer te zetten. En elke keer als je er langs loopt, uh, of, of niet elke keer, maar af en toe als je langs loopt, die te spuiten over je heen. Verbind je je elke keer weer met die intentie. En een geur heeft dus hele sterke werking op je mind en op je moed. En op je onderbewuste. En uiteindelijk is dat, je wil die hersengolven, die hersenen programmeren. Op je onderbewuste. Dus we zijn soms heel actief bezig met het loslaten van patronen. Maar als je het mij vraagt, werkt het veel beter om, ja, om echt op zo'n dieper niveau die patronen te herprogrammeren. Bijvoorbeeld met wat je ziet, maar ook wat je ruikt, wat je proeft enzovoort. Enzovoort. Nou, nog een heel mooi um, pluspunt van um, uh, een plek in huis voor jou is dat het je helpt met. Grenzen aan te geven. Ik hoor van heel veel vrouwen dat ze moeite hebben met grenzen aan te geven. En een van die oefeningen die ik altijd geef is: maak een plek in, in huis voor jou. Kan een heel klein plekje zijn, wat echt alleen voor jou is. En waar jij dus die dingen verzamelt die staan voor jou en jouw intentie. En um, ja, dat helpt echt met meer, meer haar grenzen aan te geven, haar grenzen te bewaken. Dus letterlijk een plek in huis helpt je met uh, die grenzen. Nou, dan het volgende is kreeft is verbonden aan het element water element water is binnen de ayurveda een van de um, elementen die hoort bij pitta dosha maar ook bij kapha dosha en uh, water zorgt voor vocht en bescherming in jou in jouw lijf ook. Het is een vrouwelijke energie en water heeft natuurlijk de grootste connectie met de maan. Je kent de app en de uh, vloed-principe dat de maan trekt aan de getijden en zoals de maan aan de getijden trekt, trekt de maan ook aan onze emoties. Wij bestaan voor zoveel procent uit water, dus het is niet gek dat wij beïnvloed worden door die maanenergie. Uh, wat ik heel vaak hoor is dat hooggevoelige en ambitieuze vrouwen. Wat meer uh, merken van die uh, volle maan en dat ze dan slechter slapen. En uh, ja, ik, het valt me dan altijd op dat dat vrouwen zijn, dat dat juist de vrouwen die zijn die heel veel behoefte hebben aan kaffa energie Aan die energie, dus juist van die maan die ma en de verkoeling die de maan kan brengen. Dus echt die yin-energie. En dat dat voor Pitta-vrouwen nogal moeilijk is soms om die overgave te maken aan het vrouwelijke. Um, en aan het, aan het vertrouwen op zichzelf, vertrouwen in de omgeving, omdat ze zo graag de controle willen houden. Dus verbinden met het element water, dat is een hele belangrijke self-care tip voor dit seizoen. En eigenlijk ook voor elke maan, uh, volle maan sowieso. Nou, dat is dus een van de dingen die we ook gaan leren in Moon Medicine Day Retreat. Hoe verbind je je nou echt werkelijk met die maan? En hoe kun je dat ook praktisch gezien toepassen? Uh, dan de volgende tip is kreeft staat ook voor intuïtie. Um, kreeft is echt zo'n... Ja, elke vorm van water is, is hoe we voelen ook. En um, ja, op het moment dat je, dat je water als het ware op is gedroogd... zo noemen we dat in Ayurveda... en je veel meer bezig bent geweest met die vuurenergie van doen... verdroog je helemaal. En een van de dingen die je dan ook minder durft... is de connectie te maken met jezelf. Omdat... Om die connectie te maken met jezelf, heb je die flow, heb je die waterelement nodig. Op het moment dat die dus opgedroogd is, kun je een beetje in die verharding komen, en waardoor het juist moeilijker wordt om die verbinding te maken met je hart, waardoor je juist kunt gaan twijfelen, niet alleen aan jezelf, maar ook aan je omgeving, of juist ook heel hard kunt gaan oordelen. Dus dat water speelt ook zo'n belangrijke rol bij die intuïtie. Um, en bij ook het schoonmaken van je emoties. Water staat natuurlijk ook heel erg voor schoonmaken. Uh, water staat heel erg voor ja, emotie. Het woord is ook in beweging. En water is ook altijd in beweging. Soms heel langzaam en heel... Dus het is echt zo'n mooie tool ook. Bijvoorbeeld om dit, deze maand in bad te gaan. Wat meer in bad te gaan. Um, of juist een voetenbad te nemen. Of van een douche een meditatie te maken. Of van jezelf insmeren met olie meditatie te maken, echt allemaal manieren waardoor je weer verbindt met die vrouwelijke energie. Dan um, uh, kreeft is ook in de geboortehoroscoop gepresenteerd. Jouw band met jouw moeder, uh, het representeert familie en familiegeschiedenis. Het staat voor de hele vrouwenlijn. En heel vaak zie ik dat dit ook, ja, dit huis vertelt mij ook iets als ik een een-op-één -een consult met je heb, hoe goed jij voor jezelf zorgt. Huis 4 is het huis van zelfcare. En het mooie is om bij jezelf te gaan onderzoeken. Hoe zelfcare en jouw houding ten opzichte van hoe je voor jezelf zorgt, dus hoeveel eigenlijk representeert dat? Hoeveel vind ik mezelf waard? En ook weer als we teruggrijpen naar een plekje in huis voor jezelf creëren of je huis mooie spullen in je huis verzamelen, dat het allemaal te maken heeft met hoe je jezelf behandelt en dat dat vaak van vrouw op vrouw, van generatie op generatie wordt doorgegeven. En hoe ontzettend interessant dat is om dat voor jezelf te onderzoeken. Nou, ook zeker een onderwerp waar we aan de slag mee gaan tijdens. Dat is de Moon Medicine Retreats, Day Retreats. En ook trouwens tijdens Nourish yourself, tijdens het self-care retreat in Frankrijk. Oké, okay, kristallen en geuren. Ja, de energie van kreeft kun je dus gemakkelijk bij jezelf in je leven brengen en vermenigvuldigen. Weet je, het is er echt zo'n automatisme om deze maand, ja, auto, nee, nee, deze maand die energie van kreeft in je leven te brengen. door bepaalde kristallen en geuren te gebruiken die matchen met die energie van kreeft. Nou, dat zijn bijvoorbeeld seleniet. Seleniet is een witte, zachte steen. En seleniet staat voor detoxen, voor opruimen, voor het verwijderen van negativiteit. En um, seleniet. Promoot juist een flow in je leven. Het is ook ja, zo'n ontzettende... Um, het, Seleniet, de naam komt ook van, uit Selene. En dat is dan de godin, een uh, vrouwelijke godin. Alle godinnen zijn vrouwelijk, maar de, uh, Selene, de energie van de maan. Dus Seleniet is zo'n prachtige steen om deze maan te gebruiken. Leg hem niet in water, maar leg hem bijvoorbeeld naast je... In bed, um, nou ja, allemaal mooie tips over sellen. Niet vind je ook in Rock Your Crystals, mijn kristallenboek. Dan um, een mooie, een mooie kristal is rozenkwarts. Rozenkwarts is natuurlijk de steen van de liefde. Compassie, uh, het helpt je om te begrijpen wat liefde is... Rozenkwarts is ook een verkoelende steen. En dat komt niet um, onhandig, of dat komt juist heel handig voor als jouw pitadoosje, dus jouw ambities, jouw verlangens, je verwachtingen hoog zijn... als jij iemand bent die graag veel verantwoordelijkheden op zich neemt... maar dat soms af en toe wel te veel wordt en te zwaar wordt. Um, dus ook in de zomer is die rozenkwarts perfect om, die, ja, om meer TLC, tender love en care aan je te geven. Plaats bijvoorbeeld een rozenkwarts op je... Uh, nachtkastje ter herinnering elke avond voordat je gaat slapen aan die liefde, aan die compassie, aan hé, hey, het is oké, okay. ik ben goed, wat ik zoals ik ben, ik ben goed genoeg omdat pitta dus zo ontzettend die lat zo hoog legt voor zichzelf en anderen en dat kan ook leiden tot, um, tot migraine tot uh... PMS-klachten zoals irritatie, uh, moeite hebben met slapen, maar ook twijfel, twijfel aan zichzelf, uh, veel boosheid. Um, nou, in ieder geval dosha hoog. Gebruik uh, de kalmerende effecten van roze kwarts. En, um, en ga ook ayurveda raad ook zo mooi aan om als je dosha hoog is, om dan te verbinden met die maan. Omdat die maan dus van nature. Meer kaffa gerelateerd is. En kaffa is de energie van verzorging, van verkoeling, van mild zijn voor jezelf. Um, ja. Dus dat is als je doosje hoog is, ga dan juist met die kaffa-energie aan de slag. En rozenkwart is echt zo'n mooie, ontzettend mooie steen daarvoor. Dan een mooi kristal om ook te gebruiken is maansteen. Nou, de naam zegt het al: maansteen, steen van de maan. Hij komt in verschillende kleuren. Net zoals dat de maan verschillende kleuren heeft, verschillende reflecties heeft. Uh, maansteen is echt zo'n steen van innerlijke rust. Het is de steen van uh, het het nou, verwijderen, van het loslaten van emoties. Het uh, houdt verband maansteen met het tweede chakra. Het tweede chakra uh, staat in verband met, ons vrouwelijke, um, van, met onze vrouwelijke voortplantings voortplantingsorganen. Um, heel vaak zit daar spanning in opgeslagen. Doordat we nou, ook door perfectionisme, mis, perfectionisme, ook door generatie op generatie uh, familietrauma, familiegeschiedenis. Dat is allemaal een die plek van ons lijf. En maansteen kan je dus helpen. Je echt verbinden met maansteen en de energie van de maan. Kan je verbinden met dat stuk van jou ja, te helen. Um, maansteen is ook een intuïtie verhogende steen. Het kan je helpen om van ratio naar intuïtie en je hart te gaan. Nou, hoe je deze maansteen ook gebruikt. Daar wil ik ook heel graag uh, over vertellen in die Moon Medicine Retreats. En ook ja, opleggingen met deze steen voor die heling en echt ja, die diepere verbinding met de vrouwelijke energie in jou. Nou, dan de geuren die je kunt gebruiken, zijn Kamillen, Camille, camille die staat bekend om het reduceren van stresshormonen. Stresshormonen zijn heel erg pitta gerelateerd. Uh, lavendels, natuurlijk de olie van rust en kalm, kalmte en ontspanning. Roos, niet voor niks. Het gezegd, ben je boos pluk een roos. Bergamo zegt, wordt ook over gezegd dat het. Uh, bloeddruk verlaagt patchouli, helpt je te aarden, maar het kalmeert ook je uh, zenuwstelsel. Nou, allemaal lekkere oliën. Als je een olie voor meer vrouwelijke energie en met deze oliën die ik net heb genoemd, uh, wilt proberen, kies dan voor de, oh, voor de uh, sprays, rollers of olieën uit onze Rock Yourself Love collectie. Dus Dat is, aan, is de roze lijn, dus bijvoorbeeld de Go Love Yourself Roller. Uh, daar zit patchouli, roos, lavendel in, bergamo of de love oil. Hiermee kun je jezelf elke dag insmeren of lekker in bad gaan. Of de be love spray. En um, de, uit de um, rock your night lijn kan je de calming pillow spray gebruiken. Die bevat cam camille, lavendel, geranium. Ook alle drie mega goede essentiële olie... om je, ja, je mind af te koelen... minder op dat perfectionisme en controle te gaan... en meer op die overgave. En um, als je naar bed gaat... Dat, naar bed gaan is letterlijk de energie van yin... letterlijk de energie van overgave. En daarom bijvoorbeeld... als je nog s'avonds intellectueel werk doet... of heel erg... Um, ja, veel meer pitta verhogende dingen hebt gedaan... zoals hard sporten of chocola hebben gegeten... of veel gesprekken hebben gevoerd of op, achter de computer... dan stijgt jouw lichaamtemperatuur zo en ben je zo heet... dat je je niet kunt overgeven. Dus je yang is zo hoog dat die yin in de verdrukking is. En juist die kalmerende geuren die yin stimuleren en yang doen zakken... zoals in de calming pillow, zoals in de love oil, zoals in die... Nou, in die hele lijn helpen je dus te verbinden met die vrouwelijke energie van rust en overgave. En het liefst doe je dit dus dagelijks, zodat je hersenen echt een ja, programmering krijgen van hé, het is oké, okay, ik mag zakken. Nou, ik heb nog veel en veel meer te vertellen over kreeft. Kreeft is bijvoorbeeld ook uh, ja als je kijkt naar de afbeelding van kreeft, het symbool is een crab, is een krab um, en hoe die zijn eigen huisje bij zich draagt. Hoe mooi is het dat Kreeft ook staat voor veiligheid, veiligheid in jezelf. Um, nou ja, allemaal mooie dingen over dit prachtige sterrenbeeld te vertellen. En dat ga ik ook nog meer doen in de Moon Medicine Retreats, um, maar ook in de online masterclasses, Moon Masterclasses. De nieuwe maan in Kreeft, en die is uit mijn hoofd op 10 juli. En in de, deze uh, Moon Classes gaan we steeds samen selfcare practices doen, zoals journalen, meditatie. Um, maar vertel ik ook nog meer informatie en krijg je echt ja, een groter idee van wat kreeftenergie nou voor jou doet. En uh, je krijgt er ook een handout bij, waarbij je zelf aan de slag kunt met je geboortehoroscoop om te vinden um, in welk huis bij jou kreeft staat um, en hoe, hoe dat voor jou werkt. Dus die Moon Masterclasses die vind je ook online onder Online Classes. En uh, deze krijg je steeds gratis als cadeau bij aankoop van een, uh, jouw sterrenbeeld... of als je cadeau doet aan iemand anders uit onze Astrology Art Collectie. Dus koop je een, uh, iets uit de Astrology Art Collectie, dan krijg je die Moon Class... Er bij. Je krijgt dan de link automatisch, een zoom link automatisch in jouw inbox. En dan kun je deelnemen, live deelnemen en vragen stellen uh, gedurende die Moonklas, of je kunt hem steeds achteraf terugkijken. De waarde van deze Moonklas is 25 euro. En het is echt ja, mega effectief om je echt weer te verbinden met die maanenergie, met die, die selfcare energie die al in jou is, maar die je soms even vergeet. Alright, Zoveel mooie dingen te vertellen over kreeft. Mijn maan staat in kreeft, dus ik uh, en ik heb allemaal kreeften om me heen in huis. Dus ik ben echt, ja, dit is echt mijn sterrenbeeld. En ik wilde nog even afsluiten, dat was ik te vergeten te vertellen, dat um, kreeft ook zo mooi in de zomer valt en ja waar bijvoorbeeld waar we komen uit tweelingen en tweelingen is meer de energie van lucht en meer van ideeën hebben en daarna moeten we altijd weer even afgewisseld worden zodat we in balans blijven wat meer met wat zwaardere energie om onszelf te gronden juist weer zodat we niet oververhit raken dus dat, die hele maand en dat is mooi dat het in de zomer valt is dus echt van doe maar even een stapje terug Richt je pijlen maar weer even helemaal op jezelf en wat minder op de buitenwereld. Dus dat is die energie van kreeft. Nou, ik hoop jullie allemaal te zien. Uh, allemaal, het gaat niet lukken, want er is maar plaats voor 15 vrouwen. In een van de retreats of online, daar is wel veel plek voor veel meer, meer tijdens de online moon -classes. Voor vragen, app me sorry, op mijn um, op persoonlijke account, at Peters petershanneke uh, of op. W. Alright, dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende!